Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Want daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag alweer reeds dinsdag, de 30e van de 7e, 2024. En we leven om 16 minuten over 12, zeggen ze daar. Die loopt echt achter. Ik ga rap met de meisjes er even uit. Het is, daar zegt hij 23 graden. Zo dan, 23 graden, is dat zo? Ja, en het voelt als 23, nou voilà, helemaal geweldig. Ja toch, dat ik ga lekker met ze lopen, want Erwin die komt zo meteen om 1 uur. Er is er nog eentje onderweg hier naartoe. Dus ja, en ik ga ook, we gaan ook nog iemand ophalen. Ja, dat wordt helemaal gewoon gezellig. En dan gaan we naar de Juttertjesmarkt. Dat wordt gewoon weer een gezellige dag vandaag. Ja, en daar gaan we met z'n allen van genieten, want we nemen jullie daar gewoon gezellig in mee. Dus geniet ervan en tot later. Doei doei. Ja, dat is mooi. Dat is mooi, man. Daar is je mooi. En zelfs de politie die kijkt ernaar van, hè? Dat is een andere gang van zaken dan het is. Ja. En de voorkant ook allemaal. Ja, dat weet ik, had ik gezien. Ja. Kijk dan, hoe mooi. Gaan we kijken. Kijk, dit is helemaal groen gemaakt gisteren. Alleen de bovenkant moet nog wel beter. Is er mooi. En dat wordt dus vanavond nog beter gemaakt. Want hier is nog echt nog een beetje wit, ja, zeg maar. Ja. Omdat de verf op was. Ja. Daar is nog wittig. Ah, en dan ja, ga ik dit toch ook groen maken. Want ik had zoiets van, nou, dit is al mooi. Maar ik heb dit toch ook liever groen. Gewoon echt, ja, heel groot groen. Ja. Maar dat is mooi. Ja. Echt. Ja, en dit heeft niemand. Dit en dit groene. Nee. Dit heeft niemand. Ja, doei! Doei, hè? Dag! Wat zeg ik? En dit heeft niemand. Nee. Dat groene. Ik vind het mooi. Ah, ja. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien, was Karin er al. En daar ben ik super blij mee. Dag, lieve schat. Hi. Hoe is ie? Goed. Ja? Super goed. Ja hoor. Zeker. Mooi. Ja hoor. En Rijka die is een beetje gek aan doen. Ja, ik zie het. Hé Rijka? Ja hè? Ja. Ja. Dat is goed. Hoe was de reis? Rustig op de weg. Je meent het. Wij hadden het er al over van fiekelen of zo. Nee, gewoon lekker rustig. Oké, nou ja, toppie. Ja, alleen bij Sassheim en vond een vrouwtje het even leuk om in één keer een stuurbeweging te maken. Naar mijn kant toe. Lekker dan. Nou, dat nee. Dat is niet fijn. Nee. 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 Nee, maar ja, zulke mensen heb je er ook bij zitten. Ja. Ach ja, shit happens. Shit happens. Ja, tot dus. Ja, dus. En dat dus, ja. Dat zeg ik, dat dus. Nou, ik kreeg ook al een compliment van Karin. Van dat ik een mooie jurk aan heb. Dus daar ben ik weer blij mee. Ja. Echt, deze komt bij mijn vriendin Tiki vandaan. Prima toch? Ja. En dus. En dan gaan we zo meteen. Even weg. En dan ga ik even wat pakken. Even nog wat eten te pakken. En even die folder mee te nemen. En deze fles water nog mee voor mij. Oké. Nou ja, jullie horen het. Dus we komen straks gewoon weer terug bij jullie in de huiskamer. Deze moet mee, dat wat erin zit. Ja, begrijp. Dus.
We komen straks dus allemaal weer bij jullie terug in de huiskamer. Of waar dan ook bij jullie zitten. Ik zeg het tot later. Weer bij onze enige echte Bonivieswereld. Bij onze liefdallige Boni. Ja, het is hier behoorlijk veranderd. Maar we hebben hier lekker kibbeling. Met een beetje sla, ravigottensaus, patatekens. En met wie zit ik hier dan? Samen met mama. Met Karin. Hola. En met Marjan. Gezellig. Eet smakelijk. Ja, ja. Smakelijk eten, bon appetit. Ja, lekker. Ja. Ja, ja. En dan gaat ze weer het houden. Toehouden. Bliep, bliep, bliep. Hij schat. Hij schat. Ik ga er weer van tussen. Ga je er weer van tussen? Ja, met mijn bolide. Ja. Doe rustig, hè? Ja, jij ook, schat. Ik wel, uiteraard. En kijkers, en van mama, doe lief. Dankjewel. Hoi. Komt helemaal goed. Niet veel mee. Ja, doen we wel. Dus dat. Ja, dat dus. Ja. Nou. Dat dus. Nou, mam, ik ga er van tussen. Ja. Doei. Wel thuis? Ja, komt goed. Komt helemaal goed. Voorzichtig, Gies. Ik wel. Ik wel, 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 wel. Jij wel, 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 ja. Willen wel, wel. Ja, ik wel. Zo. En dan wil ik mijn eigen nummertje weer hebben. Die ik net had. Later, schat. Later, lieve schat. Doei. Doei. Voorzichtig. Ja. Ja, en gaat ze weer naar huis. Ja, moet ook gebeuren. En wij gaan weer naar binnen. Dus ja, en ik ga zitten, een bakje koffie. Want ik ben back af, mogen jullie best weten. Dus tot straks. Nee dus. Dat wordt het hem niet. Nou, nee. Als ik zeg van nee, dan blijft het nee. En wie is er in huis? Onze Mario. Wow. Hoe gaat die, schat? Toppie? Ja, goed. Ja, we troffen elkaar vanmiddag nog, hè, op de diëtetjesmarkt. Ja, inderdaad. Ja, je was aan het verkopen. Uh-huh. Wat was jij aan het verkopen? Ja, veel. Slim. Ja, een lekkere drinken. Gelei, siroop, ja. Lekker was dat. Allemaal, zeker. Ja, ja, ja. Ik lust geen jam. Maar dat ene drinken wel, en wat is dat voor drinken? Van een blad. Ja, vijgenblad. Vijgenblad, ja. Limonade, ja. Vijgenblad siroop. Ja. Ja, en het is lekker, ja, want kijk, ik heb er een glaasje ermee staan. Dus ja, weer iets heel anders. Gezond. Ja, uit eigen tuin althans. Mm. De tuindorptuin. De ontmoetingstuin. In de ontmoetingstuin, ja. De Stichting Geleerde Buurt. De wie? De Stichting Geleerde Buurt. Stichting Geleerde Buurt? Ja. Is dat nieuw? Ja, het is van project Ontmoeting in het Groen. Oké, dan. Ja. Ja, en het is achter die school waar we de vorige keer waren. Ja. Mm. En vroeger heette dat de Tuindorpschool. Want daar zat Koen vroeger op. Op die school. En toen woonden wij er op vlakbij. In de Tuinstraat. Die huizen bestaan niet meer. Oh, oké. Okay. Er staan nou nieuwe huizen. En toen hadden we een bokje achter in de tuin lopen van de boerderij. Want die was afgestoten door de familie Bok. Geit. En toen moesten wij de bokje groot brengen. En dat was Hansie. Maar Halsey, die wist precies
waar zijn baasje op school zat en in welke lokaal. En vooral zo moest dus Hansie los te breken. En dan ging die met mijn hondje Tippy, hup, naar de school. En voilà, stond hij voor de klaslokaal te mekken. Oh, en toen werd hij binnengelaten. Oh, leuk. Werd Koen opgehaald. Ja, super. Ja, echt. Dat is echt leuk. Ja. Dat merk je niet gauw mee. Dat maak je niet gauw mee, moet ik zeggen. Dat ben je aan het doen, slobberaar. Hé, slobberaartje. Ja. Dus ja, dat was wel leuk. Ja. En ook een keer. Mijn moeder die was een ouderwetse werkster. Dus vrijdags ging het hele huis van boven naar beneden, werd schoongemaakt. Nieuw bloemetjes, etc. Ja. Op een gegeven moment hoorden ze gemekker. Ook zomerdag. Dus ik kijk door het slaapkamerraam naar beneden de tuin in. Ziet wel het touwloop achter het schuur, maar dan kan ze niet door het schuur heen kijken. Hansie, Hansie, nee. En denk ze, wat hoor ik dat dichtbij? Ze draait om, staat Hansie achter er. Een bok kan wel naar boven lopen, maar niet naar beneden. Dus ze kon op de kont, kon ze naar beneden met Hansie op de schoot. En ze komt beneden en er een vaasje. Oh. Planten opgegeten, bloemen opgegeten. En ja, en de aarde en de wortels waren op de grond. Oh. Kon ze beneden weer beginnen. Oh, erg. Oh, als ze beneden al gedaan. Ja. Oh, erg. Ja, maar dan moet je geen bok nemen. Als huisdier. Ja, maar hij was ook lief hoor. Ja, super, ja. Ja. Nou ja, en zo hebben we ook een varken moeten verzorgen, maar die bleef op de boerderij. Oké, ja. Ja, dat was Jaapie. Ja. Die werd ook afgestoten. Die was helemaal gewond geraakt daardoor. En toen kregen we zalf en dan moesten we wassen hier. En toen afdrogen en toen met die zalf bewerken. Ja. En dan moesten we er ook nog voor zorgen dat hij niet in de blubber terecht kwam. Oké. Dus we kregen een hele afrastering en schoon zand allemaal. Dat mocht dan wel. Het moest allemaal schoon wezen. Oh ja. Maar op een gegeven moment kon je soort op dat beest een paardje rijden. Vond hij helemaal niet erg. Leuk, hè? Oh. Ja. Ja, echt hartstikke leuk was dat. Ja, dat zijn gewoon van die leuke anekdotes. Ja. Ja. Mm. Zo ging mijn moeder ook dwars door een mest op een op de pantoffeltjes. De caravan die stond bij de boer. En we zouden met koningin de dag, zouden we daar zijn. Maar we bleven daar slapen, s'nachts. Dan waren we er bij tijd. Maar er was een stier losgebroken. Wisten wij veel. Maar die caravan die ging heen en weer. Maar die doet het gordijntje opzij. Kijk ze oog in oog met die stier. Ze zegt tegen mij, als jij hem nou afleidt, ga ik papa halen. Maar ze moest wel door een mesthoop heen. Blijf haar de patons daar niet in steken. Oh. Kouze voeten de vader halen. Nou ja, die moest toen die stier zien te vangen. Echt, nou ja. Je kon me opdwijlen als kind zijnde. Wat erg. En vooral nu nou je dat aan terugdenkt, zulke soort verhalen. Dat is gewoon super. Echt. Ja, echt. Ja, zeker. Ja, echt. Dus. Maar oké, een paar leuke verhaaltjes even aan jou. De volgende keer ben jij aan de beurt. Echt leuk. Dus mag je denken, vind ik leuk even dit. Ja, gaan we doen. Nou oké, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet verder. En luister mee naar onze leuke verhalen. Ja, leuke verhalen. Gaan we doen. Die heeft Mario ook vast, denk ik wel. Nou... Het hoeft niet nu, hè? Nee, oké. Ja. Gewoon leuke de verhaaltjes van vroeger die je mee hebt gemaakt. Echt leuk. Nou ja, lieve vrienden, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer laat. Het is 1 uur 33 in de nacht. Ja, dat dus. En het is warm, ja.
Want ik zit met de deur nog open. Maar we gaan wel een beetje toe. Ja. Want ik ben moe. Goed, liedje. En daar ligt de kleine meid, natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja, allemaal vliegjes, hè. Het plafond zat vol. Maar nou niet meer. Het was helemaal zwart daar in de hoek. Door de lampen, ja. En dan heb je er maar drie aan. Dat is die. Die steen. En dat lampje daar. Heb je er drie aan. En het plafond die zat daar in de hoek vol met vliegjes, mugjes, weet ik veel wat. Maar in ieder geval, ik kan de pret niet boeien. Ik heb het licht uitgedaan dat ik het zag en het is nou weg. Maar Rijka, die zit ze te vangen. Moet ze ook niet doen, is niet goed voor een hondje. Maar ik ga de boel sluiten en we gaan een beetje toe, want echt, ik ben echt af. Dus ja, lieve vrienden, het was vandaag een berengezellige dag. Want ja, Erwin die was er. Uiteraard, dat is mijn begeleider. Ik krijg ook wel weer een nieuwe begeleidster erbij. Maar wanneer, hoe en wat, dat weet ik allemaal niet meer uit mijn hoofd. Maar het maakt ook niet uit. Komt vanzelf wel goed. Karen die is gezellig geweest. Nou ja, die wou de auto sowieso weer laten zien. Ja, daar was ook weer mee bezig geweest. En we zijn met elkaar Marianne op gaan halen. En toen zijn we gezellig de markt over geweest. Daar heb ik niet gefilmd, vond ik ook niet nodig. En ja, je moet opletten op elkaar en het was hier en daar druk. Maar toen zijn we dus eventjes naar de visboer geweest en dat was lekker. Ja, heerlijk gegeten aan een visje. Dus ik hoefde vanavond geen warm eten te hebben. Ja, want dat hadden we al gehad. Dus heb ik vanavond maar even een broodje gegeten. Nou, jullie weten ook dat Mario geweest is. Ook hartstikke gezellig. Ja, het was even fijn dat hij er ook weer was. En het is nou bedtijd. Hoog bedtijd, ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!